Welkom op mijn eiland. Ja mensen, jullie zien het goed. Ik moet hier vandaag zien te overleven. Als dat maar goed komt. En misschien denken jullie, Giel, waar speel jij op? Wat is dit voor server? Nou, ik ga het je uitleggen. Ik zit namelijk weer op de server van mijn grote vrienden van Rambo MC. En hier ben ik gewoon lekker aan het survivalen. En wil je nou samen met mij Minecraft spelen? Dat kan. Dan kan je gewoon deze server joinen. Dat is namelijk helemaal gratis. En het IP is play.rambomc.nl. En de server kan je op deze manier joinen op Java en op deze manier op Bedrock. En de komende week zal ik een hele hoop op deze server gaan spelen. Dus vergeet zeker niet te joinen. Misschien kom je me wel tegen. Maar goed, genoeg gepraat. Het is vandaag tijd om te gaan overleven op dit eiland. Alleen heb ik alleen deze spulletjes. Het zijn een aantal spullen, dat klopt. Maar ik moet nog meer spullen hebben. Ik bedoel, ik heb nog helemaal niet veel iron. Wat voor armor heb ik trouwens aan op dit moment? Oh nee, het is ladder armor. Dit is niet goed. Ik moet meer armor hebben. Of ja, meer armor. Betere armor. Dat is wat ik moet hebben. Eens even kijken. Ik heb hier hout. En nu heb ik een crafting table. Yeah. En dan ga ik gewoon meteen eventjes een prachtig setje armor maken. Ik denk dat dit een heel stuk sterker gaat zijn dan de armor die ik nu aan heb. Of nou ja, dat weet ik wel zeker. Oké, laten we dit uitdoen en dit aandoen. Hoppakee. Kijk, ik voel me in ieder geval al een stuk sterker in deze armor. Wow, yo. En we hebben gewoon een bel. Hé, die ga ik hier gewoon neerzetten. Bam. Ping. Mensen, vergeet zeker niet het belletje aan te zetten. En ik denk dat het tijd is voor ons mijndebuut. We gaan gewoon eventjes lekker mijnen hier zo op dit eiland. Want ik heb spullen nodig. Een hele hoop spullen. Want ik heb een hele hoop vette ideeën die ik wil gaan doen op dit eiland. En ik kan veel beter trouwens een schepje pakken. Dit gaat vele malen sneller op dit moment. Zo wil ik bijvoorbeeld een monster grinder gaan maken. En voor de mensen die niet weten wat dat is eigenlijk een soort van, ja, XP-machine waar je mobs killt. Dus dat ga ik ook maken. Maar daarvoor heb ik een heleboel steen nodig. En ik heb nou nog lang niet genoeg steen. Dus daarvoor moet ik echt eventjes een hele hoop steen gaan hakken. Ik wil ook sowieso een farm gaan maken op dit eiland. Ik wil een grote villa gaan bouwen op dit eiland. Dus er is veel werk aan de winkel, dames en heren. Eerst moet ik gewoon even zorgen dat ik een hele hoop spullen heb verzameld. Oh ja, en ik heb trouwens YouTube rank, dus ik kan gewoon vliegen. Yay! Eventjes kijken. Oké, ik heb hier kool en ik moet ook nog even een beetje... Oh, trouwens, ik pak dit hout wel gewoon. Want het was zo donker in die cave, dat is niet fijn. Ik moet gewoon een hele hoop torges hebben. Zo, kijk, een hoop torges zijn gemaakt. Kijk, hoppakee, licht in de tent. En trouwens, ik ga wel eventjes dit kool ook allemaal meehakken. Want je weet maar nooit. Misschien kunnen we nog meer toortjes gebruiken binnenkort. Misschien maak ik wel een super grote bunker in mijn eiland. Oh, dat is trouwens ook echt een goed idee, gek. Misschien ga ik dat wel gewoon doen. Wie weet. Wat vinden jullie? Moet ik een bunker maken? Ik heb echt zin om een bunker te maken. Maar ja, voor die tijd ga ik eerst nog heel eventjes naar beneden hakken. Want ja, ik moet gewoon diamonds vinden, iron vinden. Het leuke is dat dat natuurlijk ook gewoon allemaal kan in deze server. Want het is gewoon een survival server. Alleen kan je het met je vrienden spelen. Dat is gewoon top. En trouwens, dat heb ik ook nog helemaal niet verteld. Als het goed is, als ik... Oh, wacht. Ik heb mijn stokje even in de chest gedaan. Maar als ik een stokje vastpak, kan ik zien wat ik net allemaal geclaimd heb. Want kijk, zoals jullie zien, heb ik ervoor gezorgd dat dit allemaal van mij is. Zeg maar, alle gouden blokken hier zo, heb ik allemaal geclaimd en kan dus niemand anders aankomen. Dus mensen die hier op dit eiland komen, kunnen niet in deze chest. En ze kunnen hier dus ook niet bouwen en slopen. Dus dat is super chill. Dus je hoeft je niet druk te maken dat er mensen naar je eiland komen of naar je huis of naar je kasteel of wat dan ook. En je hele zooitje slopen. Dat gebeurt gewoon niet als je het claimt. Claim is super makkelijk. Dat kan gewoon met slash claim. Het spreekt voor zich. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan weer verder met minen. Yeah! En trouwens, wat ik ook eens eventjes ga doen. Dit is ook heel erg belangrijk. Oh, ik vlieg even naar boven. Ik doe even slash set home eiland. En dan kan ik op het moment als ik slash home eiland doe, waar ik ook ben, teleporteer ik gewoon hier naartoe. Dat is ook zwaar handig. Dat kan niet in een normale survival, hè? Nee! Ik ga weer even lekker doorminen. En mocht je het je trouwens afvragen, er zijn een hele hoop mensen op deze server. En je ziet het misschien al in de chat. Het zijn voornamelijk allemaal Nederlandse, Belgische mensen die erop zitten. Dus dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Dus kom echt gezellig meespelen. Ik heb zin om jullie hier te zien. Oké, ik heb weer een hele hoop verder gemined hier zo. En ik denk dat het tijd is om eventjes hier wat spulletjes weer in de chest te gaan stoppen. Oh, en er is hier iemand op mijn eiland. Hallo meneer, hoe is het met jou? Wat doe je op mijn eiland, man? Oh, ik krijg bomen. Hé, dit is oprecht wel heel erg chill, want die ga ik gewoon hier zo planten. Die kan ik op zich best wel gebruiken. Hier, hoppakee. Bam, 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 bam. Die kan ik echt super goed gebruiken. Ik vind spruce wood ook echt top. Thanks, man. Hoppakee. Dankjewel, man. Dankjewel. Dankjewel. Oké, ik ga eventjes wat spulletjes hier zo in de chest doen. En ja, dit heb ik in principe allemaal even niet meer nodig. Ik kan wel even een oven maken. Want ik heb hier al wat koper in mijn inventory. En dat mag op zich wel eventjes gesmolten worden. Zo, bam. En het koper pakken we... Oh, die heb ik hier in mijn inventory. Oké, top. En ik stop het gewoon hierin. Hé, gozer, dankjewel voor de spullen, man. Wat een blessing. Ik ga ook heel eventjes wat gras hier zo weghakken. Want ik wil eigenlijk een
zaadje hebben om te beginnen aan het farm. Waarom krijg ik geen zaadje? Wat is dit? Oeh, er ligt er nog een sapling in de chest. Die ga ik ook planten. Bam. Omdat ik geen zaadjes krijg, kan ik ook gewoon /shop doen. En dan kan je een hele hoop leuke dingen kopen. Dus laten we maar eens even kijken. Wheat seeds. Oké, die wil ik op zich wel 64 kopen. Kan ik dit kopen? Confirm. Ja, oké, chill. Ik heb een hele hoop seeds gekocht, dames en heren. En hiermee ga ik echt het allergrootste farm ooit maken. Klik op deze video, want deze video is ook heel erg leuk. En vergeet zeker niet play.rambomc.nl te joinen. En misschien zie ik jou dan wel op deze Minecraft server. Klik nog even hier.